Hoi, hier is Wouter. Welkom bij deze video. Ik wou het vandaag eens hebben over mijn eetlust. De laatste tijd is mijn eetlust een beetje aan het verdwijnen. Bijvoorbeeld, ik had al van tevoren had ik al ontbijten, dat doe ik nooit. Soms neem ik alleen even een bakje koffie, maar echt iets eten, zoals een broodje of zo, daar heb ik soms al geen behoefte in. Nou, 's middags, als ik dan aan het werk ben, dan neem ik af en toe eens wat te eten mee. Bijvoorbeeld een appelflap of zo, of een gevulde koek of zo, dat eet ik dan tussen de middag even op. Maar voor de rest heb ik dan overdag niet echt honger. Als ik bijvoorbeeld vrij ben en ik word laat wakker, want soms word ik wel eens om 12 uur wakker in het weekend, dan eet ik bijvoorbeeld de hele middag niet en dan is 's avonds mijn eerste eten. Dus mijn eetlust, dat is een beetje aan het verdwijnen. En dan eet ik 's avonds ook heel weinig. Meestal eet ik dan 's avonds bijvoorbeeld een, ik heb wel pannenkoeken gehad. Worstenbroodjes dan bijvoorbeeld, 2 worstenbroodjes. 4 frikandellen. En dan zit ik ook echt wel vol, hè. Dan eet ik niet zoveel, eet ik maar een paar dingen. En dan zit ik al vol. En dan ga ik 's avonds naar mijn biertje en jointje. Dan moet ik eerlijk toegeven, dan heb ik bijvoorbeeld 's avonds een biertje of een jointje gehad. En dan heb ik af en toe nog wel een beetje honger. Dus dan neem ik nog even wat chips bijvoorbeeld 's avonds voor slapen gaan. Of een koekje bijvoorbeeld. Maar echt overdag heb ik nooit echt honger. Maar als ik dan 's avonds bijvoorbeeld voor naar bed ga, dan heb ik af en toe nog wel een beetje honger. Niet per se in gezonde dingen, maar wel eens bijvoorbeeld nog even in een koekje of zo. Of een beetje chips. Maar dat is alles ook mee gezegd. Dus veel eten, nee, dat doe ik niet. Mijn eetlust is echt een beetje aan het verdwijnen. En dan heb ik dat pas een keer opgezocht wat ermee te maken kan hebben. Het kan bijvoorbeeld maagkanker zijn. Het kan zijn dat ik maagkanker heb. Nou heb ik toevallig ook wel meer symptomen van maagkanker heb ik even opgezocht. Dan ga ik ervan uit dat het geen maagkanker is. Want ik heb maagkanker. Die kans is wel heel erg klein. Dus daar gaan we maar niet van uit. Maar het kan natuurlijk ook verliefdheid zijn. Hè? Het kan natuurlijk zijn dat ik verliefd ben op een vrouw in deze buurt. Of een hele leuke vrouw. En dat ik daarom niet eet. Want door verliefdheid kan je eetlust ook verdwijnen. Dus dat zijn allemaal opties. Of het heeft met de leeftijd te maken, omdat ik natuurlijk uit de puberteit kom. Dat mijn lichaam een beetje aan het wennen is aan het nieuwe leven. Dus ik het daarom minder eet. Of het is gewoon, misschien is het ook gewoon het gevoel of zo. Dat je je misschien niet helemaal gelukkig voelt. Daar wil ik ook nog een keer een video over maken, hoe gelukkig ik ben. Maar dat je daarom niet te veel eet. Ja. Ik zou het niet weten. Ben jij een stevige eter? Of ben jij juist zo iemand zoals ik, die eigenlijk helemaal niet zoveel eet? Laat me even weten. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer. Doei, hier gaat Wouter.